De aankoop van een zonneboiler is niet alleen een verstandige, duurzame, maar ook een milieuvriendelijke investering. De verwarming van water verloopt niet meer op de traditionele manier met gas, elektriciteit of mazoet, maar door de zon. En dit geeft automatisch een forse vermindering op de energiefactuur. De terugverdiende tijd bij renovatie en verbouwing voor deze investering is natuurlijk afhankelijk van een aantal factoren. De grootte van de boiler, die afhankelijk is van de gezinssituatie, bepaalt de kostprijs. De eventuele plaatsingskosten door een erkend installateur, dit kan eventueel Saks zijn, en is de woning ouder dan 10 jaar, dan geniet je daarbij van een gunstig btw-tarief van 6%. Een behoorlijk deel van deze initiële kosten kan je terugverdienen dankzij subsidies en premies via de netbeheerder. En deze kunnen in sommige gevallen oplopen tot maximum €2.750. Dus deze zijn in tegenstelling tot de premies voor de PV-panelen nog steeds royaal. En er zijn nog gemeenten die ook nog extra premies geven. Voor een doorsnee Vlaams gezin kan deze investering op ongeveer 5 jaar terugverdiend worden. Je eigen concrete situatie kan je berekenen via de online tool. De link vind je bij deze video. Alvast de moeite waard om dit te proberen en deze slimme investering te overwegen. Andere interessante premies, zoals bijvoorbeeld de Benopas voor totaalrenovatie, de premie voor een zonneboiler en dergelijke, kan je terugvinden op de site van de netbeheerder en ook deze link vind je bij de video. Let op dat er tussen de factuurdatum en de datum van aanvraag van de premie maximum 1 jaar mag zitten.